Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik sta bij een 3D printer en deze video is eigenlijk ook alleen bedoeld voor mensen die een 3D printer hebben gebouwd volgens mijn plannen. De printer met de dubbele hot end of met de enkele hot end. Ik heb namelijk nieuwe firmware en die heeft een paar voordelen, dat zal ik zo meteen laten zien. En ik zal je laten zien hoe je die firmware installeert en eventueel hoe je hem kan configureren als je kleine aanpassingen nodig hebt ten opzichte van de standaard. Om maar gelijk even in huis te vallen met de beste of de grootste nieuwe verandering in deze firmware. De nieuwe feature is Unified Bed Leveling. Hier heb je hem. Deze pagina legt uit hoe het allemaal werkt. Dat hoef je allemaal niet te lezen, want dat ga ik rustig gaan uitleggen straks. Tenminste, de korte versie krijg je van mij hoor. Unified Bed Leveling is eigenlijk een combinatie van alle goede eigenschappen die ze al hadden. Het is een soort mesh bed leveling en het proben van het bed, het proben van het mesh gaat automatisch met de hoogtesensor die we toch al hebben geïnstalleerd. Je hoeft dus niet meer handmatig te gaan zitten proben met een stukje papier op al die 16 punten of zo. Dat gaat allemaal automatisch en dat werkt hartstikke mooi. En ook het bed leveling zelf werkt fantastisch. Ik gebruik het nu al een tijdje en ik ben er heel blij mee. Nou, dan staat hier wel, en dat is de verandering die ik heb gedaan aan deze firmware. Er staat hier, a comprehensive LCD menu system for UBL is coming soon. Er zitten nu al een paar menus in de firmware, in de interface, op het scherm. Maar die menus die te maken hebben met UBL, die zijn verschrikkelijk. Daar kom je geen wijs uit. Er zijn twee verschillende en die takken af in submenus van 5 lagen diep. Dat is echt verschrikkelijk. Dus dat heb ik eruit gehaald, dat heb ik gedisabled en dat heb ik vervangen voor één hele eenvoudige feature. Één knop om het bed opnieuw te proben. En ik heb gewoon een soort macro geschreven en dat heb ik erin gezet. En daarmee krijg je een korte versie van de hele afstelling automatisch. Die hoef je dus niet aan allemaal handmatig te gaan zitten doen. Dat betekent ook dat hij dus niet alle stappen afgaat. Als je het helemaal handmatig doet, dan kan je nog een paar fijn afstellingen doen. En de punten die hij heeft gemeten handmatig gaan zitten controleren. Maar mijn ervaring leert dat het niet nodig is. Al die handmatige stappen met controllers. En dat heb je niet nodig. Dat macrootje is goed genoeg. Nou, daar komen we zo meteen nog wel even op, denk ik. Wat je eerst natuurlijk doet, is naar mijn website gaan en naar het artikel van de 3D printer, hier. En dan blaad je naar beneden en dan vind je daar de nieuwe firmware. Hier, firmware. Nu staat er nog de oude, maar met de tijd dat jullie dit filmpje kijken, staat daar natuurlijk de nieuwe. Dus die ga je downloaden en die ga je inladen in Arduino. Ik heb de firmware gedownload. Ik gebruik in deze video de single hot end. Maar voor de dual hot end is het eigenlijk precies hetzelfde. Dus je kan het gewoon volgen. Ik heb hem uitgepakt en we gaan naar Marlin. En dan gaan we naar de marlin.ino. En die openen we in Arduino. Boven in de file staat om welke firmware het gaat. Dus als je twijfelt, hier staat het 1.1.8. Nou, we gaan naar configuration.h. Maar voor we verder gaan, is er één configuratie die je moet overnemen van je huidige printer. Voor we nu verder gaan, is er iets wat je even moet opschrijven. Je moet even in je eigen printer kijken en dan gaan we naar het menu. En dan gaan we naar Control. En dan naar Motion. Dan heb je daar twee waardes. De Z-offset en de Bed-Z. Bij mij dus -3,95 en -0,141. En die tel je even bij elkaar op. Nou, bij mij kom je dan uit op, even kijken, -4,091, hè? Dat schrijf je even op. Als er nog andere dingen zijn die je hebt veranderd, misschien heb je wel, zoals ik hier, een kleinere poelie op de X-as. Kijk, dit is een kleinere en daar op de Y-as heb ik gewoon de standaard zitten. Dus dat is bij mij een verandering. Of je hebt misschien draadeinden gebruikt met een fijnere spoed. Dat zou allemaal kunnen. Dan moet je de eigenschappen daarvan natuurlijk aanpassen zometeen in de firmware. En dat kan je dan eventjes spieken in het menu hier waar het ook weer was. Namelijk bij Control weer naar Motion. En dan gaan we naar hier,
De x steps per millimeter en de y steps per millimeter. En bijvoorbeeld de z steps per millimeter. Die wijken bij mij nu af van de standaard en dat zou bij jou ook het geval kunnen zijn. Maar als het goed is weet je dat dan en dan kan je spieken in je huidige firmware file of je spiek eventjes dus in het menu. Maar ik ga er nu vanuit dat het standaard is. Standaard gebouwd volgens de instructies op mijn webpagina en alle video's. Dan gaan we in de configuration.h gaan we naar regel nummer 688 ongeveer. Naar dit plaatje wat je altijd ziet. En daar staat dus die Z offset, de Z probe offset from extruder. En daar vul je dus in wat je net hebt uitgerekend op die rekenmachine. Of vanuit je hoofd. Bij mij dus min 4,091. Nou, dat is eigenlijk de enige verandering die we hoeven te doen. Nu gaan we dit dus uploaden naar de printer. Maar wat nou als het niet standaard is? Dan zal ik je nu laten zien hoe je je weg kunt vinden door deze firmware. En welke veranderingen ik allemaal heb gedaan. En welke jij dus misschien ook wel moet doen voor de aanpassingen van jouw specifieke printer. Nou, ik ga niet alles uitleggen. Wat je moet doen is gaan zoeken. Ctrl F, find dus. En dan zoek je naar BVE. Daar zoeken we naar. Find. Kijk, daar vind je het. Alle veranderingen die ik doe, die markeer ik met mijn initialen, BVE. Dus dit is een verandering die ik heb gedaan. Standaard stond hier ook Define Show Boot Screen. En die heb ik uitgezet. Zoeken we naar de volgende. Hier de naam van de machine. Als je de naam wil veranderen. Filament diameter. Power supply type. Allerlei configuratiedingen die je waarschijnlijk niet hoeft te veranderen. En dan hebben we hier dus de steps per millimeter. Standaard is 80-80-400. Maar als jij andere pulleys hebt gebruikt voor de X of voor de Y, of je hebt andere draadeinden gebruikt met een andere spoed, dan zul je die waarden dus een beetje moeten aanpassen. En dit is voor de extruder. Meer configuratiedingen. Oh ja, en hier op regel nummer 875 ongeveer vind je dus dat ik hier automatisch bed leveling volgens UBL heb aangezet. Unified bed leveling. En vlak daaronder heb ik een nieuwe configuratie gemaakt. En dat is Use Barts UBL Macro. Dus als je die uitzet, kijk als je deze uitzet, dan krijg je de standaard UBL menustructuur. En nou, dat is misschien een leuke uitdaging om die een keer te bekijken. En dan kan je zien wat je ervan vindt. En ik doe het dus zo, dan heb je mijn vereenvoudigde menu. En dat gaan we zo meteen zien. Hier heb je de encoder settings. Dus als die knop waar je aan kan draaien, als die voor het gevoel de verkeerde kant op draait. Dus als je hem rechts omdraait en de waarden worden lager in plaats van hoger. En je hebt het gevoel dat je de verkeerde kant op moet draaien om door de menus heen te bladeren. Dat zou kunnen. Dan kan je dat hier ook instellen. Regel nummer 1381. En dan, dan moet je even lezen hoe je die precies moet configureren. Want er zijn een paar verschillende opties voor. Zoals die nu staat, werkt die bij mij goed. Maar ja, dat kan bij jou natuurlijk anders zijn. Hier nog een leuke instelling bij de extra features. Dat is de Fan Soft PWM, die heb ik aangezet. En hier de Soft PWM Scale, die heb ik op 3 gezet. Dat heb ik gedaan. Dit staat standaard. Ja, je hebt het niet echt nodig. Maar als ik dat uitzet, dan gaat bij mij de verlichting knipperen. Als die gaat heaten, dus als er veel stroom gebruikt wordt, dan gaat de verlichting knipperen. En dat vind ik niet zo mooi. Dus dan zet je deze waarde wat hoger. Hij moet eigenlijk zo laag mogelijk staan. Dus bij voorkeur staat hij op 1. Als dan die verlichting nog steeds knippert, dan zet je hem op 2. En bij mij moest hij uiteindelijk op 3. En dan is het knipperen helemaal weg. Verder zijn er nog wat veranderingen in de configuration underscore advanced. Hier hebben we de instelling voor de ventilator die over de hotend heen blaast. De auto fan voor de hotends. En die zit bij mij op pin 5. En die gaat aan bij 50 graden op volle snelheid. Als je een wat krachtiger ventilator hebt, dan kan je hiermee per ongeluk de hotend te veel koelen. Dus dan zou je hem wat laag kunnen zetten op bijvoorbeeld 180. Zou kunnen. De case light die zit op pin 4 bij de enkele hotend. En bij een dubbele hotend zit hij op 58. Daar krijg ik wel eens vragen over.
Geeft niks. Babystepping heb ik aangezet natuurlijk. Hartstikke handige feature. Gaan we zo meteen ook nog even bekijken. En de babystepping multiplicator, die staat op 4. Die staat standaard op 1. En dan werkt het gek genoeg niet. Dat is volgens mij een bugje. En dat is alles. We komen zo meteen hier nog wel even terug voor wat dingen over de UBL. Unified Bed Leveling. Maar als je dus je verandering hebt gedaan, dan ga je dit nu uploaden. Als de firmware is ingeladen, dan gaan we de volgende instelling doen. We gaan naar Control. En we gaan helemaal naar onderen, naar Initialize EEPROM. Initialize. Nou is de EEPROM gewist. En alle settings zijn zoals ze nu zijn in de firmware file. Want als we die firmware opnieuw inladen, dan worden die EEPROM settings niet overschreven. En omdat we nu gebruik gaan maken van een ander soort bed leveling, is het handig om eerst alles weer even over te nemen uit de firmware file. En alle veranderingen die je ooit hebt gedaan eigenlijk weg te gooien. Dus nu is alles weer standaard zoals het is in de firmware file. En dan zet je de printer even uit en aan. En dan weten we helemaal zeker tot we helemaal leeg zijn en een schone lei hebben. Nu staat de printer weer aan en we gaan nu eerst naar Prepare en dan doen we even Auto Home. Als dat gedaan is, dan ga je naar Move Axis, naar Z en dan gaan we dus de Z 1 mm bewegen en dan draai je hem even helemaal naar 0 toe. Wel voorzichtig, hè? Let even op dat je niet de glasplaat in crash. En als die op 0 staat, dan voel je even met een stukje papier of die inderdaad bijna de glasplaat raakt. Je moet een beetje wrijving voelen, hè, tussen het glas en die nozzle met het stukje papier. Als je te veel of te weinig wrijving voelt, dan zul je dus de Z-offset opnieuw moeten afstellen. Nou, het moet ongeveer wel kloppen, want we hebben het overgenomen van hoe het was. Maar goed, in Motion en Z-offset kan je dus opnieuw afstellen. En daarna kies je weer even voor Store Settings. En daarna zet je de printer uit en aan en ga je weer opnieuw homen. En dat herhaal je tot het goed is. Als je iets te weinig wrijving voelt, dan kan je het ook nog afstellen zometeen bij een testprint in de eerste laag. En dat laat ik zo meteen zien. Als dat klopt, dan gaan we de UBL bed probing gaan we doen. Dus we gaan de mesh laten meten. En dat zit in prepare. En dan zie je, als je tenminste hebt gekozen voor mijn menu optie, zie je staan UBL Probe Mesh Again. Dat gaan we doen. Ik ga die optie starten en ik hou mijn hand bij de uitknop. Want als het misgaat, dan kan ik snel de printer uitzetten. Nou, hij gaat eerst homen. En na het homen gaat hij dus alle punten op het bed proberen. Hij gaat dus een raster van iets van 25 punten gaat hij proberen om te kijken hoe hoog het is. En ik hou mijn hand op de uitknop, want als hij per ongeluk hier wil gaan proberen, naast het bed, dan moet je hem gauw uitzetten. Nou, in theorie kan dat niet, want de printers die we hebben gemaakt hebben allemaal dezelfde afmeting ongeveer. Dus het moet wel goed gaan, maar hou er rekening mee dat het niet goed gaat. Dus hou je hand bij de uitknop. En het is klaar. En ook het opslaan van de settings zit allemaal in het macro, dus het is nu gewoon echt klaar. We kunnen nu een testprint gaan maken. Nog even voor de duidelijkheid, dat mesh levelen hoef je dus niet te doen voor elke print, hè? Dat doe je eenmalig, dat is deel van de instellingen en nu is het gewoon klaar. Nu kunnen we gaan printen en dan werkt het. Het zou wel kunnen dat je het bijvoorbeeld één keer in de maand een keertje opnieuw moet doen. Of als je de printer een beetje verbouwd hebt of verplaatst
of het glasplaatje vervangen, dan zou je misschien opnieuw bedleveling kunnen uitvoeren. Maar met het macrootje is het dus heel erg makkelijk. Dat initializen van de EEPROM hoef je helemaal nooit meer te doen. Hè? Dat was echt eenmalig. Nou, ik kijk nog eventjes in Prontoface. Als je verbindt met de printer, dan moet je nu dus in de log hier kunnen zien. Hier staat het dat Unified Bed Leveling actief is. En nou ja, je ziet onder andere ook je probe afstand. Maar het belangrijkste is dus dat je dus ziet dat Unified Bed Leveling actief is. Ik realiseer me dat het geen spannende materie is dit. Maar ik moet het toch even uitleggen. Nog iets over de Unified Bed Leveling. Stel je voor, hij gaat die meting doen van die 36 punten en hij meet naast het bed. Nou, dat zou in theorie niet moeten kunnen, maar stel je voor dat hij te dicht op de rand van het bed meet. Of je hebt speciale clips op de glasplaat zitten en dan meet hij iets te dichtbij. Dan zou je dus de afmetingen van het mesh kunnen aanpassen. Nou, dat doe je met een grove afstelling hier op regel 966. De mesh inzet, die is 20. En dat betekent dus dat hij eigenlijk aan alle kanten 20 mm vanaf de grens van het printbare gebied moet blijven met het proben. Nou, dat kan je dus veranderen. Je kan het ook nog fijn afstellen. En dat doe je hier bij Configuration Advanced. Daar heb je dus hier ook op regel 720. Heb je hier Override the Mesh Area if the automatic area is too large. Dus je kan hier zeggen aan de linkerkant. Vind ik, de stand is 20 natuurlijk, vind ik dat hij eigenlijk 5 mm meer de glasplaat op moet meten. Want dan zit hij een beetje te dicht op de rand. Dan kan je zeggen, ik maak er 25 van in plaats van 20. En als je vindt dat hij bijvoorbeeld aan de voorkant te dicht op de rand zit, dan kan je dus de ei een klein beetje kleiner maken. Zo zou je kunnen gaan werken. Nou, dat is dus allemaal fijn af te stellen, maar als je dezelfde component hebt gebruikt voor de X-as en voor de Y-as als ik en hetzelfde heated bed, ja, dan moet het eigenlijk gewoon kloppen standaard. Dus dat zou niet fout mogen zijn. Die waarde van 20, die kan je niet kleiner maken en zeker niet op de X-richting. Want kijk, als de nozzle namelijk helemaal daar staat in de homepositie, heb ik geconfigureerd dat de nozzle nu op min 20 staat ten opzichte van het printpad. En de offset tussen de nozzle en de probe is 40. Dus als de nozzle op min 20 staat, dan staat de probe op plus 20. Dus je kan nooit kleiner dan 20 gaan. Nou, dan is het nu toch echt tijd voor een testprint. De printer is nog aan het opwarmen, maar we kunnen alvast iets voorbereiden om zometeen de eerste laag en dus eigenlijk de z-offset hoogte fijn af te stellen. En dat doen we door even twee keer te drukken op deze knop. Klik, klik. Dus niet klik, klik, zoals je op een muis doet, maar gewoon twee keer. En nu zie je staan z-offset. En we zitten nu in babystepping mode. Dus zometeen als de printer zijn eerste laag gaat neerleggen, dan kunnen we hiermee de hoogte nog een beetje afstellen. Maar het echte afstellen doe je dus tijdens het printen van de eerste laag. En als het gedaan is, dan gaan we natuurlijk weer naar het menu, naar Control, en zeggen we weer Store Settings. Maar ik wacht nu op de eerste laag, dus ik ga even terug naar Baby Stepping en we wachten op de eerste laag. Hij is begonnen en ik kan nu dus met Baby Stepping de nozzle een heel klein beetje naar beneden draaien of een beetje omhoog, totdat ik vind dat de eerste laag er goed uitziet. Dit is nu een nozzle van 0,6 mm, dus het ziet er behoorlijk grof uit. Maar op zich ben ik er wel tevreden mee, dus zo hou ik het. En dat is dus de nieuwe firmware met Unified Bed Leveling. Nou, het werkt erg goed, ik ben er zelf erg blij mee. Ik gebruik het al een paar weken, ook in mijn andere 3D printer en in deze dus. En het werkt erg goed. Nou, dat baby stepping, daar was ik al langer fan van. En dat vind ik ook een hele mooie feature. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan om de nieuwe firmware uit te proberen en te installeren. Je kan hem natuurlijk downloaden van mijn website. En ik hoop dat ik in deze video al een hoop vragen heb beantwoord die je misschien hebt. Als je nog steeds vragen hebt en je kan het echt niet vinden, nou, dan mag je me gerust mailen. En je kan mijn contactformulier vinden op mijn website.
Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.